Ik neem jullie even mee in de Bresse Vendor. Eigenlijk is dat al heel lang geleden begonnen. Een plaatje hier van de watersnoodramp in 1953, waar een schipper zijn boot gewoon in een gat in de dijk zette om te voorkomen dat het achterland ging overstromen. De Bresse Vendor, daar zal ik dadelijk wat meer over vertellen. Is eigenlijk op dit moment een soort samenwerking tussen TU Delft, het ministerie van Defensie met nadruk op de Nederlandse Defensie Academie, bij jullie wel bekend onder de naam KMA, en het Water Risk Training Expertise Center. Dat is het samenwerkingsverband waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen en Defensie samenwerken in het kader van hoogwaterveiligheid en crisis. Wat is de Bresse Defender eigenlijk? Nou ja, wat is het? Het is eigenlijk een deel van een pontonbrug. Je ziet hem hier onderaan, links onderaan. Een stukje van zo'n vouwbrug. En daar kun je heel veel meer dingen mee. Hij is eigenlijk helemaal niet bedacht als een soort instrument om een bres te dichten. Maar veel meer als een drijvende brug te maken. Een aantal van jullie, of de meesten zullen hem wel kennen vanuit de Nijmeegse Vierdaagse. Daar wordt hij gebruikt om de wandelaars een verkorte route over het water te kunnen laten lopen. Nou, rechtsonder zie je hoe dat werkt. Het is gewoon een segment wat op een vrachtauto zit. Die rij je deels in het water, hij gaat eraf, vouwt zich uit en zo koppel je ze aan elkaar. Daar is hij eigenlijk voor bedoeld om vervolgens mensen en materieel eroverheen te laten gaan. Maar er kwam ook het idee om het instrument op een andere manier te gebruiken. Namelijk, hij drijft, dus er zit een hoop lucht in. Die lucht die kun je er niet uithalen, maar je kunt die lucht wel verdringen en dat ponton vervolgens verzwaren. En dan vervolgens tegen een dijk aanleggen, precies op de plaats waar die heel zwak is. Dat is al een keer toegepast in het gebied van de Drentsch-Overijsselse Delta. En van daaruit is ook heel erg die wens gekomen van, we hebben het nu een keertje gedaan. Maar we willen eigenlijk veel beter inzicht hebben in hoe zo'n Bresse Defender dan werkt. Onder welke omstandigheden dat die werkt. En kom je tot een centrale onderzoeksvraag van, is de Bresse Defender in te zetten als beschermings- of vertragingsmiddel bij de bresvorming in een dijk? En je kunt daar heel... We kijken nu wel naar het moment waarop zo'n bres aan het ontstaan is. Of waarin je verwacht dat die aan het ontstaan is. Gisteren zaten we hier ook rondom tafel en dan komen die ideeën van, kun je misschien ook naar die scenario toe van dat schip uit 1953. Dat je hem op die manier gebruikt. Daar al over nadenkend, dan heb je het over welke parameters zijn nou van belang. In welke situatie kun je hem wel toepassen en niet toepassen. Kun je daar al op kleine schaal mee gaan experimenteren. Kun je in een laboratorium iets gaan doen. En uiteindelijk moet je als waterbeheerder, als dijkbeheerder weten, als het zo werkt, wanneer kan ik hem nog wel inzetten en wanneer niet. En is het voor de genie-eenheden vooral ook belangrijk van, en hoe zet ik hem dan in? Dus heel eenvoudig werkconstructies die je hebt. We hebben dat ingestoken vanuit een aantal lijnen. En de eerste lijn is wetenschappelijk onderzoek, een promovendus. En dat is Danny geworden, die vanuit de NLDA in combinatie met de TU Delft echt gaat kijken naar die parameters, die experimenten gaat doen op kleine schaal, maar die hem eigenlijk helemaal afrafelt. Omdat uit een eerste verkenning ook wel is gebleken dat de Bresse Defender ook misschien wel eens een Bresse Enhancer zou kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk hetgene wat je niet wilt. Dus Danny is nu een beetje aan het verkennen hoe dat speelveld eruit ziet, wat er allemaal al is. Vooral nu bezig met jouw onderzoeksplan verder vorm te geven in samenspraak met TU Delft en NLDA. Schaalproeven maken daar wel degelijk onderdeel van uit. Want dat is natuurlijk juist dat instrument wat je kunt gebruiken om op kleine schaal in een laboratorium te gaan kijken wat die parameters precies zijn en hoe die beïnvloed worden.
Nou ja, dat kan in het waterloopkundig lab, wat de NLDA zelf heeft. Dat zou je bij Deltaris kunnen doen, dat kan op Floodproof Holland. Het zijn verschillende niveaus waarop je steeds van klein naar een uiteindelijke proef gaat, waar we wel naartoe willen in deze, in het Living Lab. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Hè? En zo zien we dat dan voor ogen. Hè? Dat ponton, dat wordt ergens het water op gegooid, waarbij je bij dat punt kunt komen waar die bres aan het ontstaan is. Daar breng je hem naartoe. En vervolgens begin je met hem te laten afzinken op die plek. En dan wel op de juiste plek. Want als je hem net verkeerd legt, dan ben je misschien wel kwijt, waardoor uiteindelijk die dijkbescherming ontstaat. Experimentenlocaties. Jullie kennen het plaatje, ook van daarnet. Maar hier denken we dus echt wel aan zo'n beetje drie plaatsen, waarbij deze twee het meest voor de hand liggende zijn. En je ziet hier ook al een soort instroomopeningen. En hier nog niet. Maar dat zijn mogelijke locaties waar we straks live die proef willen gaan doen. Zo, ik heb even alles rondom crisisoefeningen. Hiervoor hadden we crisis en calamiteiten, maar het gaat voornamelijk om het eerste deel, waarin Danny gaat promoveren op die Press Defender en dus de komende 4 jaar een onderdak heeft, maar ook een enorme uitdaging. En waarbij er eind 2021, het mooi zou zijn als we die proef zouden kunnen doen in dat gebied, zodat Danny ook die informatie mee kan nemen in zijn promotieonderzoek. Daarvoor moet je nogal wat stappen zetten. Zijn we aan de slag met studenten van de NLDA en mogelijk ook andere studenten van andere onderwijsinstellingen om die stappen te gaan zetten in dat hele onderzoek, om die eerste experimenten uit te voeren. Maar ook in deze is het heel erg van belang het logistieke concept wat erachter zit. Die pontons die staan in Den Bosch. Die moeten in een noodsituatie wel op de locatie komen. Die moeten daar op een goede manier komen. Die boten moeten er zijn. De manschappen moeten er zijn. Daar zit echt wel ook nog een puistwerk wat we willen gaan doen. En dat is de aanpak op hoofdlijnen nu van hoe we naar die Press Defender kijken. Waarbij je gewoon de lijn ziet van een eerste praktijkproef nu naar wetenschappelijk onderzoek uitpluizen tot wat uiteindelijk moet leiden de daadwerkelijke oefening waarin je in de praktijk al weet dat die gaat werken, maar waarbij je dan ook de check kunt doen. En dat brengt mij volgens mij op die drie vragen. Ja, tenzij dat er natuurlijk nog vragen zijn uit de zaal aan de hand van deze presentatie. Klaas Pieter? Ja, misschien een vraagje voor Mark. Als je die Press Defender op het contour afzinken, kan het alleen wanneer je ziet dat een bres begint te ontstaan, of is het ook al wanneer er een bres gaande is? Ja, ik denk dat onderdeel is van het onderzoek wat we moeten doen. Dat je heel duidelijk met elkaar, dat je duidelijk hebt van wat is het punt waarop die niet meer gaat werken. Dus hoe ver is die bresvorming al aan de slag? En dat we dat aan moeten zoeken. Hè. Het idee is wel dat als de bresse er is en de eerste verschijnselen zijn er, dat je hem dan, hè, je duwt hem het liefst zo snel mogelijk tegenaan, ja. Maar in de tijd kan daar wel eens iets tussen zitten. En dan is het vooral van belang dat je weet van wat ik net zei, hè, van ja, als het al op een bepaald niveau is in de polder, dan zeg je van ja, nu hoeven we niet meer vanuit een bos te gaan komen, want op het moment dat wij er zijn en alles klaar is, ja, dan is die dijk al zo ver door dat we naar andere middelen moeten kijken. Maar in principe is het wel mogelijk uitvoeringstechnisch om hem in sterk stromend regime ervoor te kiezen. Ja. We hebben het gisteren ook al gehad over, je kunt er ook voor kiezen om hem eerder in te brengen en dan te kijken of je andere maatregelen vanaf het water met die pontons als ze drijven kunt gaan nemen. Ja. En als het dan toch misgaat, alsnog de Press Defender inzet. Je moet natuurlijk niet alleen inzetten als het al een bres is, hè, want in 1993, 1995 de ochtend dreigt het buiten te doen, dreigt het weg te zakken. Ik kan me voorstellen als je dan daar zo'n Press Defender tegenaan legt,
Dan is het van, vertraagt het dat? Hè? Of kun je daarmee al een dijkdoorbraak voorkomen? Uiteindelijk is dat laatste het ultieme. Had u nog? Ik zag die Brest Defender tegen de dijk aan liggen. Dat is dan waarschijnlijk een zanddijk met klei laag. En door erosie van de kleilaag zal er dan waarschijnlijk een intredepunt ergens zijn. En als je in die situatie zo'n groot staal ding gaat bewegen op die kleilaag, dan heb ik wel het idee dat je dus daar ook heel veel beweegt en daarmee de directe bresgroei zal toenemen. Dat is dus best wel risicovol. Dan moet je wel heel goed weten wat je doet. Ja. Vandaar dat Danny, dat was ook in de eerste verkenning. Hè? Dus de Brest, je zegt nu het is een Brest Defender, maar in deze situatie kan het wel eens als een enhancer gaan werken, een versterker. Dat is wat je niet wil. Wat je zeker wil weten is, voordat je hem echt gaat toepassen in een echte situatie, wat gaat hij teweeg brengen? Gaat hij me helpen of gaat hij me zeg maar tegenwerken? En daar die duidelijkheid krijgen, dat is een mooie taak voor Danny om daar ook vanuit experimenten en modellen en inzicht in te gaan krijgen met elkaar en vanuit de praktijk. Er wordt ook gekeken als de randwatersituatie voorbij is, wat er gebeurt als ze hem weer weghouden? Goeie vraag. Wij denken altijd tot het moment dat die daar is. Ja, nee. Dus je hebt helemaal gelijk. Heel goed, heel goed. Wat is het draagvermogen van zo'n ponton? Kan er nog een kuub of 10 dragen? Normaal gaan er gewoon vrachtwagens en militair materieel overheen. Dan zou ik dan wel gelijk voorzetten met big bags. Dan heb je ook gelijk maar wel even op de rest. Ja. De combinatie die je daar ziet liggen met twee boten, die kan 60 ton. En een kraantje erop om het te deponeren. Als in 60 bigbags? Goed, als er verder geen vragen zijn, dan wil ik u vragen om... jullie hebben allemaal rode papieren gehad. Als je ze niet hebt, dan delen we ze nog even uit. Om daar eigenlijk antwoorden op de drie vragen te formuleren. Als iedereen... de blaadjes heeft ingevuld en weggelegd, dan wil ik u vragen of er even omheen gekomen staat, zodat we zijn grens kunnen bespreken. Nou, ik zou zeggen, laten we aan deze kant beginnen met wat heb je nodig. Ik zie daar op staan welke waterschappen er meedoen. Dat is, dat is natuurlijk een goede vraag. Ik heb ze niet gehoord. Nee, wij zijn een waterschap. En wij proberen in ieder geval dit nu ook landelijke bekendheid te geven. En mensen te enthousiasmeren om hier aan mee te doen. Dus voor verschillende dijkbewakingen, zoals migratie van de waterschappen in combinatie met Rijkswaterstaat, dus ook als waterbeheer. Ja, maar het klopt wel wat Peter zegt, want we hebben al wel binnen, Danny gaat promotieonderzoek doen, de kast die gaat een stukje doen, vanuit Defensie denk ik wordt er meegedacht over de manier waarop je dat doet, ook met de NLDA. Anko die gaat meekijken ook vanuit Rijkswaterstaat, maar juist in dit geval, de waterschap hebben we straks als het goed is het meest aan hebben, dus altijd fijn denk ik om straks ook echt een paar mensen echt te zeggen van ja, wij gaan meedenken en kritikaster zijn, maar ook onze verwachtingen inbrengen. Ja, we hebben wel begrepen dat het lokale waterschap zeg maar hier een beetje ingewikkeld in zit. Ja, vechtstromen. Dus, schelmstromen. Dus vandaar. Ik zou dat graag daar neer willen leggen, maar dat voelt een beetje ja. Okay. Minder comfortabel. Gewoon ernstig zeggen. Ik kan meestal gewond.
Oké, okay. Even kijken, verder staat er nog kennis van het huidige beleid. En de beperkende omstandigheden. Ja, uiteindelijk zul je absoluut moeten weten wanneer die wel werkt en wanneer die niet werkt. Dat je daar met elkaar een heel goed beeld van hebt. Ik zie ook wel, dus vanuit Danny en Lucas, die zeggen van hé, hier zitten een hoop mensen die er echt ons wel kunnen helpen. Een stap verder te brengen in hun beeldvorming en die jullie kunnen helpen met eigenlijk ook de juiste vragen te stellen waar jullie antwoord op moeten gaan geven. Dat is wel een motto. Ja, zeker. Heel veel aanvullingen. Aanvullingen. Dat was voor de vorige sessie ook al. Ja. Even kijken. Wat is deze laatste cirkelbellen? Anko, wat bedoel je? Nou, ik bedoel dat op het moment dat je vanuit 105 waterbouw die spullen op transport moet gaan zetten, heb je vanaf het moment dat je een telefoontje pleegt van ik heb die rommel nodig, tot en met dat het ter plaatse is, aangezien kun je dus cirkels trekken door Nederland, hoe lang het duurt voordat het systeem daar inzetbaar is. Dat betekent ook dat als je iets ziet gebeuren, kun je ook gaan aftellen in mijn beleving. Is het een optie als ik nog 3 uur moet wachten of is het geen optie als ik 3 uur moet wachten? De ring rond Antwerpen, dat is soms een probleem. Dan zullen jullie naar Den Bosch moeten. Daarbij sla je de spijker op zijn kop. Je zou kunnen denken dat wij Amerikanen dat pre-position stocks noemen, dus dat je wat naar voren toe alvast in moet denken. Dat is helemaal niet. Heb ik, voor 2 weken geleden hebben wij dat ook gezien. Army Corps dat organiseert. De aanvulling. Aanvullingen. Ja, die net denk ik ook genoemd werd. We kijken het hele proces van het alarm tot en met het moment dat je hem weer weg kunt halen, de dreiging voorbij is en hoe je alles weer terugbrengt in een normale situatie. Ik zie ook een aantal die eigenlijk ook terugkomen op iets wat bij wat heb je nodig, dat is vooral proefondervindelijk. Dat ik ook inzicht krijg in van ja, waarvoor is je niet wel toepasbaar en wat niet, bij wat voor soort weersomstandigheden. En dat heeft niet alleen te maken met werkt die Brest Defender dan nog, maar kun je dat ponton dan nog op de juiste plaats krijgen met de middelen die je hebt. En is dat alleen bootjes of zijn er ook nog andere manieren voor? Nou ja, ik mag daar even wat op doen. Want die pontons die stonden eerst op vrachtwagens, toch? Ja, staan op vrachtwagens. En daarom is het dus de grootste stuk meer. Maar die moet je dan ergens anders te water laten. Ja. Maar je kan niet zomaar met een zware vrachtwagen bovenop een dijk die jou. In dit geval zeg maar bij. Vanuit Nederland misschien hoef je die ring van Antwerpen helemaal niet over, want bij het eerste punt waar je de Schelde op zou kunnen, daar flikker je het water in en dan gaan de boten erin. En van daaruit... De stroomsnelheid van het water is ongeveer 15 kilometer per soms, dus dan moet je daar wat tegen over. Dat kan. Ja, dat kan. Ja, het gaat ook om golven En veiligheid in dat opzicht ook. Alleen deze methodiek of ook innovatieve technieken? Of naar andere? De bedoeling daarvan is stelt dat je erachter komt dat het niet ideaal is. Ik zou er nog gaan kijken naar betere innovatieve methodieken. Ook dingen die je kan afzinken. Ja. Ik denk dat net als je ook, wat je ook ziet in plaats van zandzak tegenwoordig ook van die waterontvulbare elementen die je aan elkaar koppelt. Ja. Zoiets kan je dan ook verzoend. Ja, ik had hier gesuggereerd kunststofschermen. Ja. De ballast wordt op beneden aan het een en ja, dat weegplak niet zoveel. Ja, dat is een makkelijke vervoerbaar. In plaats van. Ja.
want dat leek mij ook een hele belangrijke, dat je weet voor welke faalmechanismen je wel en niet toegepast kan worden. Want als je natuurlijk al instabiliteit hebt en je klapt er zo'n beton tegen, de hele tijd gaat onderuit. Ja. En dan heb je een mooie doorgang liggen waar je overheen kan lopen. Dat was niet de bedoeling. Nee. Ja, precies. Dus het is wel echt dat je goed kijkt van in welke, bij welke faalmechanismen kun je hem wel gebruiken en wanneer niet. Ja. Ja, precies. En hoe positioneer je hem ervoor? Want een schroefje dichtbij iets wat een beetje beschadigd is, dat doet ook interessante dingen. En hier nog wel een hele mooie, vind ik, van de aanvulling. Denk ook goed na over de manier waarop je gaat meten. Hoe je gaat, hoe je het effect gaat bepalen, maar ook de impact gaat bepalen van bijvoorbeeld het er tegenaan duwen in een dijk. Dat vind ik ook wel. En wat ik nog wel interessant vind, is het dubbele gebruik van zo'n photon. Dus die noodweg, of om andere noodmaatregelen in te zetten. Ja. Het is niet alleen een manier om de rest tegen te gaan, je kunt het niet gebruiken. En dat wordt versterkt als je hem vroegtijdig inbrengt, want dan kun je hem eerst gebruiken voor als transportroute met de boten. En mocht het dan uiteindelijk zover zijn dat je zegt, ja nee, we hebben alles geprobeerd, maar niets helpt, dan is dit ons laatste redmiddel. En we hebben er nog heel veel van in Nederland. Niet oneindig. Ik heb laatst het getal Van schroefboeren? Dat is langer. Dus 50 stuk zeg jij? 50 hadden het over. Ik dacht 60 stuk. Dat is ook aan elkaar. Je kunt ze aan elkaar koppelen, maar dat is ook weer dan. Dan krijg je weer een ander aspect. Want wat doet het op het koppel? Het voordeel is dat we bezig zijn met vervanging van deze pompons. Dus dat is op een gegeven moment daar de sporen van over zijn. Die dus prima, wat ik net zei, bijvoorbeeld pre-position stocks door Nederland neergelegd kunnen worden. Ja, niet als pompon. Terwijl we als operationeel spul hopelijk over een aantal jaren nieuw hebben. Is het misschien mogelijk om die pontons te koppelen totdat het echt een beetje een ponton is wat kan hebben? Ja. Waar je dan een kraan op kan zetten? Geen enkel probleem. Big bags aan de binnenkant van de dijk, want als je macro-stabiliteit, binnenwaarts macro-stabiliteit, bij manoeuvrerende situaties. Dat is het punt. Dan moet je aan de buitenkant van de dijk juist niet te veel belasting aanbrengen, maar juist een steunberm aan de binnenkant. Dus je zou misschien dan big bags aan de binnenkant of dus over de dijk kunnen rijken. Ja, dan heb je nogal een installatie nodig. Ook daar om het eventueel mobiel rottend aan te voeren, grote massa's. Ja. En dan, als er dan toch een helikopter, daar wordt er een gegeven, dat die ze makkelijk kan pikken vlakbij. In plaats van hun vlieguren te steken in het op en af, vliegen naar dus de locatie waar die produceert. Ja, alleen daar moeten we even goed over nadenken, want een helikopter heeft volgens mij zeker eentje die fatsoenlijk die big bags kan handelen. Een ander nadeel, namelijk hij veroorzaakt interessante trillingen. Ja. Met die lange touwbrassen. Maar het is zeker wel in beeld, maar en ik zie dat iets meer in de oefenscenario's, dat je zegt van, hé, wat kunnen we met een ponton allemaal nog meer? Dus dat zit niet zozeer in het onderzoek van de Breast Defender, maar wel in het proces van die dingen die komen er een keer, en veel meer in een oefenscenario om daarna te kijken. Wat wil jij? Onderzoek naar de impact op de stabiliteit, net ook genoemd wordt toe, als je erin zit. Reistijd en weercondities in beeld en op welke locaties zoiets toepasbaar is. Ja, dat is iets wat ik zei, van, ja, ook het logistieke concept dat straks uitgewerkt wordt. Hoef jij niet te doen, Danny. Dan gaan we nog anders. Ja, precies. Maar het is wel wat jullie ook zeggen, hè, van joh, jullie zitten allebei een beetje net in dat proces waarbij je nu misschien vandaag ook dingen verhoord hebt. En je zegt van oh ja, ik krijg nu een wat beter beeld van waar ik ingestapt ben. Maar zie je ook dat er mensen zijn die jullie informatie kunnen geven over de stappen die je moet zetten en de belangrijke aspecten.
waarvan zij vinden dat ze er echt ook in onderzoek of in een deel uitwerking naar de orde zouden moeten komen. Ik vind de haalbaarheid best wel heel moeilijk in te schatten hiervan. Als ik een slechte dijk heb, dan zou ik dit misschien willen instellen als een soort noodmaatregel ten tijde van. Maar ik ga ervan uit dat Anko op een ander plekje in Nederland het ook wil. Ik hoor dat in principe niet helemaal niet zoveel zijn. Ik denk niet dat ik gebruik zal maken van deze oplossing. Ik denk dat ik veel meer voor een fysieke maatregel ga waarbij ik zelf van in controle ben. Wat maakt dat je hier niet in controle zou zijn? De hoeveelheid. Ik weet niet welke plek. Ik wil eigenlijk heel snel kunnen handelen. Want als ik zwakke plek heb, ga ik vanuit als ik mijn kust ken. Dan zal er nog meerdere plekken zijn, dus ik heb er al gelijk veel meer nodig dan eentje. Dan denk ik van, nou ja, dat zullen er ook meerdere zijn in het hele land die dan op dat moment problemen zullen ondervinden. En ja, als ik dan die lijst heb van alles bijna, dan heb ik niet het gevoel dat ik in controle ben. Ik zou dan eerder gewoon, als ik weet van tevoren van ik heb zwakke plekken, dan zou ik er toch fysiek in de buurt dan zelf een andere maatregel trekken. Maar dat kan dus zijn, hè, dat we er uiteindelijk op uitkomen dat we toch bij jullie om de hoek liggen, omdat we met elkaar weten dat bij jullie de... zwakke plekken zitten. En eigenlijk zeg je ook wel van, joh, ik heb meer zicht nodig op de toepasbaarheid en dus ook in de mate waarin je dus zelf in controle bent, waarop je ervan op aan kunt, maar vooral de toepasbaarheid. Wanneer ga ik hem nou toepassen? Ja. Ik ben het wel met je eens dat het zal niet het eerste zijn wat je gaat doen. Nee, ik zie het niet. Dus je ziet een bepaalde gradatie en dat is wel heel belangrijk ook in die uitwerking, in dat onderzoek om daar uiteindelijk de helderheid in te krijgen. Wanneer pas je hem toe? Wanneer is je effectief? En wanneer zijn andere methoden effectief? Maar daarom juist dat ook aan ik ook aan het begin over die bevestiging zei, hè, van ja, de waterbeheerders, de waterschappen, die heel graag aan tafel om mee te denken, om dit soort vragen aan de voorkant op tafel te leggen, zodat we die mee kunnen gaan nemen en uiteindelijk jullie ook het antwoord kunnen geven. Zodat je op een gegeven moment wel weet van oké, nu moet ik mijn regionale militaire vertegenwoordiger gaan bellen. Ik heb over 48 uur, wil ik de Breast Defender ingezet hebben. Dat moet in die catalogus komen van Defensie, als het een bewezen is. Ja, zijn er nog vragen aan? En wat schat u in dat bij wat voor weersomstandigheden kunnen jullie iets doen? Houdt dit bij een bepaalde windkracht op, bij een bepaalde grondlast? Weet je, voor mij is het voor. Ik denk dat de veiligheid van de mensen op een gegeven moment een beperkende factor is. Dat je zegt, maar nu gaan we nog meer het water op. En gaan we niet van allerlei gekke dingen doen met mensen op een ponton die nog iets moeten gaan doen. Want dat gaat levenskosten en dat gaan we niet doen. Ik denk dat het materieel SEC niet de beperking kan zijn. Tenzij je ineens in een situatie komt dat je ze overal in Nederland nodig hebt. Of dat je een hele grote lengte nodig hebt. En dat je zegt van ja, maar dan met de schakelingen die er zijn en met deze kracht gaan we het niet meer redden. Maar ik denk dat we daarvoor al veel meer op de menselijke veiligheidskant zitten en zeggen, no way. En die grenzen zijn bekend bij de eenheid zelf 105. Het is niet om mijn taak om een vraag te stellen, maar ik ga het toch even doen. Het is eigenlijk, je denkt, nee, dat is een mooi ding, hè, zo'n Breast Defender. Nou, je hebt er een mooie naam voor bedacht, het is eigenlijk iets ergens anders voor bedoeld. Het idee, dat denk ik veel mensen zullen zeggen van nou, het is een schip, je denkt, ah, dan doen we iets anders, dat is ook nog een beetje beter aan te voeren en zo. Maar ik hoor allerlei dingen, je zegt, ja, het is er eigenlijk niet voor gemaakt. Ik hoor iets over schakeling, ik hoor iets over, ja, je moet het aanvoeren vanuit de verte, ja, dan kunnen we het een beetje dichter neerleggen. Dus dan vraag ik me af waarom je juist toch je onderzoek naar gaat doen en waarom je niet denkt, het is een interessant idee, maar ik denk dat we dan iets anders moeten bedenken. Zoals die meneer zei, hè, dat er andere opties zijn die bijvoorbeeld veel makkelijker aan te voeren zijn, die in aanvang lichter zijn, dus die je sneller op de plek hebt. Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar, waarom je dan kiest voor deze oplossing. Ja, of jullie moeten zeggen, nou, we hebben het toch niet meer nodig, dus dan kunnen we het hier nog wel inzetten. Dat mag ook,
Weet je, dat is een hele pragmatische aankijken. Ja, hij komt voort uit ook wel gewoon een test. Het idee is een keer ontstaan en bij mooi weer gaan we dat eens proberen. Ja. Hey, dit lijkt wel te werken. Dan moeten we wel nu de hand op krijgen of dit echt iets is of niet. En dan kom je per definitie op een hele hoop vragen uit, waarbij de basis is, die hier ook gesteld is en die we gewoon in beeld willen hebben. Wanneer werkt het en wanneer niet? En begrijp ik, maar ik hoor eigenlijk al zoveel vragen dat ik me afvraag of niet, of je niet moet stoppen bij, het is een, als concept is het mooi, maar nu gaan we iets bedenken en ontwikkelen waar dat gewoon een heel veel van die vragen al vooraf wegneemt en dat gaan testen in klikken. Dat is eigenlijk, ja, ik zou hem eigenlijk graag om willen draaien. Want wat we even aan voorbij willen gaan, het mooie plaatje waar Mark mee begon, dat was toen zeg maar een normaal maatje boot die je zeg maar even niet geschikt, maar wel op dat moment ervoor kon gebruiken. Nou, laat ik je gelijk uit de droom hebben. Dat maatje schip is er niet meer. Het enige wat er nu beroepsmatig rondvaart is 8 keer groter met een aandrijving die je niet eens in de buurt van je dijk wil hebben. Nee, dat begrijp ik allemaal. En dat betekent dus dat je met z'n allen op zoek moeten naar alternatieven. Dit is een alternatief die zich aandient. En waar wij nu op zoek naar aan zijn, is het alternatief wat zich aandient, om dat goed wetenschappelijk onderzocht te hebben. En daarmee zeg maar de bruikbaarheid, ook de kansen en de risico's goed wetenschappelijk onderbouwd aangetoond te hebben. En dat is een stap. En als je ieder willekeurig alternatief wat je gaat bedenken, zul je dezelfde stappen moeten doorlopen om hem goed wetenschappelijk aangetoond te hebben of het wel of niet werkt. Want we zijn heel goed in allerlei ideeën bedenken, maar uiteindelijk ook ideeën die ik in Vlotproef Holland links en rechts voorbij heb zien komen, een aantal daarvan hebben nog steeds niet de goede wetenschappelijke achtergrond en afwegingen van wanneer werkt het wel, wanneer werkt het niet. En dat gaan we met dit ding doen. En eigenlijk zouden we dat met heel veel meer alternatieven moeten doen. Ja, je kadert jezelf wel heel erg in als je houdt op van een ponton en een bres. En dan kunnen kijken wat kun je nog meer met je ponton. Kun je hem als soort van golfbreker gebruiken. Want nu beperk je eigenlijk tot rivierdijken. Dus stormgerelateerde dijken kan je met mensen in gevaar. Nou, misschien kun je er wel eens slepen als golfbreker. Jullie hebben ook van die vrachtwagens met van die een soort van rijplaat op een rol. En die kun je ook gebruiken om de bekleding extra te beschermen of als die beschadigd is. Want het is wel, als je zo'n wetenschappelijk onderzoek doet met dit, kun je wel heel makkelijk andere dingen aanpikken die wel heel dicht er tegenaan liggen. Ja. Het verschil met dat schip, omdat je dat zo noemt, hè, dat is die schipper die heel veel geluk heeft gehad en ook heel veel stuurmanskunst heeft om zo'n schip daarin te zetten. Dat is al uniek. Nou, het schip is er niet meer, maar de schipper ook niet meer, waarschijnlijk. Maar dat is de situatie die zich direct voordeed. En die schipper die heeft daar gewoon even bij zinnen gedaan. Als je dit wil inzetten, dan heb je, denk ik, in de etmaal van tevoren een melding nodig om die spullen te plaatsen te hebben. Dat is natuurlijk wel even een lastig punt. Ja, het is helemaal geen lastig punt, want een peloton dijkbewakers van de Natris, die heeft ook een etmaal nodig om op de plaats te komen en zijn werk te doen. Dus in de crisissituatie is bekend dat het zo is dat als jij iets wil van Defensie in dit geval, ja, daar zit een tijdspanne, gaat daar aan vooraf, voordat men er is. En in die tijd ben je daar nodig. Ja, het mooie is in die crisissituaties dat je 9 van de 10 keren weet je al dat het gaat komen. Maar moet je dus echt een goede kristallen bol hebben om te weten waar die bres gaat plaatsvinden. Nee, maar wat je wel doet als crisisorganisatie, dat je uitgaat van worst case. En op het moment dat wij weten dat bepaalde plekken wat gevoeliger zijn, dan staan we nu al, want dan bellen we Defensie altijd heel snel. Ja. En dan staan ze er klaar.
En het probleem ontstaat vooral als het op meerdere plekken tegelijkertijd gebeurt. En dat is gewoon zo. En dat is ook een risico-inschatting dan op dat moment. Maar ik denk dat er niks anders is wat op dit moment zoveel in de buurt komt als iets wat een groot iets is wat je daar neer kunt zetten, wat beweegbaar is. Hmm. En wat je in ieder geval die kans moet geven om te proberen. Ja, ja. Ik ben helemaal niet tegen de kans. Nee, weet ik. Daar gaat het niet om. Maar dan zie ik bijvoorbeeld meer, als je van tevoren toch bezig bent, dan zie ik meer dat je dus met zo'n ding heel veel meer bijvoorbeeld zandzakken kan aanbrengen en belasting aan de binnenkant van de dijk kan aanbrengen. Ja. En dan doe je dat maar met een grote driepot en een kabeltje, dan ben je de rest niet belast. Ja. Maar dan kan je wel heel veel massa over het water op die locatie brengen waar je de dijk mee versterkt. Ja. Want met belasting aan de buitenkant van de dijk, maar dat is ook de aanvulling die jullie hebben gedaan en die we ook, hè, waarvan ik ook zei van hé, die is ook interessant in relatie tot ronde 1, calamiteitenoefening, dat je daarin ook kijkt van hé, wat kunnen we daar nog meer doen met pontons en dat we daar wellicht ook vanuit deze ronde nog aan toevoegen. Maar joh, ga nou eens heel goed kijken met welk materieel van defensie je dingen in zo'n oefening kunt gaan doen ter versterking van de dijk op een andere plek. Ja. Op een Want we gaan natuurlijk ook kijken naar andere mogelijkheden. Op de zandzakken, de zandzakken. Ja. Weet je? Dus dit is echt een ultiem noodmiddel. En waarvan ik nu, want mijn dijkgraaf die was er net nog en die heeft me een paar jaar geleden gevraagd: Marian, stel dat het fout gaat bij de lekdijk, wat doen we dan? Ik zeg, ik heb geen idee. Want er is eigenlijk heel weinig kennis en ervaring mee. Ja, maar ik heb er een vraag over. Ik heb in 1995 8 op de dijk gestaan die onderuit de dijk zit te gaan. Hè? Dat was toen. Die waren ook massaal aanwezig. Er zijn al mensen van jullie die dit toen hebben meegemaakt. Ik zou graag willen weten, was dat gepland of wat voor organisatie dat? Toen was het niet gepland, maar er is een verzoek gekomen bij de, toen heette dat nog de officier veiligheidsregio tegenwoordig. Ik dacht van regionaal militair operationeel adviseur. Ja. Nee, ik denk ook niet, kijk even naar alle honden of Peter, ik denk dat er gewoon niemand meer rondloopt die dat meegemaakt heeft. In 95 heb ik niet meegemaakt, dus zat ik ergens anders. Maar in 98 heb ik eigenlijk zeg maar iets vergelijkbaars meegemaakt. Toen zijn we ingezet in Groningen en in Drenthe. Vanuit bezig. En zeg maar, voor ons, ik heb het niet over de hele besluitvorming ervoor waar wij geen invloed op hadden, maar vanaf het telefoontje. Jullie zijn nu nodig en je moet ingezet worden ongeveer daar. Hadden wij ongeveer anderhalf uur nodig. Voordat iedereen op de wielen stond en zeg maar in de richting kon rijden daar waar in orde was. Ja, dat is natuurlijk ook een leerproces. De mega besluitvorming ervoor, die valt te doorbreken en die is inmiddels al zoveel verbreed. Ja. Dit oefenen ook regelmatig, ook met de leidingen doorbraakoefening 2 jaar terug. We hebben een heel strak protocol waar we heel strak met defensie schakelen. En op het moment dat we iets verwachten, misschien dat al dagen van tevoren aankomen. Mm-hmm. Dit komt niet in één keer uit de lucht vallen. Nee. Dus we hopen dat ze elkaar dan wat beter kunnen pakken. Het is een heel lokaal buitenstukje. Ja, maar als dit daadwerkelijk gebeurt, dan is op dat moment al zoveel in rep en roeren, dan zoveel in beweging, staan zoveel partijen klaar. Want dan weten we gewoon niet waar het gebeurt en weten we alleen dat de kans bestaat dat het ergens gebeurt. En dan doet het er eigenlijk nog niet zoveel toe of daar gebeurt of daar gebeurt. Want dan moet je allemaal voorbereid zijn. Maar dat is dus typisch de rivieren situatie, waar je dus al nog een dag geweest bent. Ja. Langs de kust en bijvoorbeeld ook bij de Oosterpool is dan van tegen het andere moment. En toch denk ik niet dat je de kans heel groot ziet dat het in één keer fout gaat. Als het fout gaat, dan heb je van tevoren de dijkbewaking goed gedaan. Je weet 8 uur van tevoren niet dat je 8 uur water zoveel water tegen je dijk hebt met zoveel soort van wind. Maar dat wil ik niet met je eens. De exacte hoogte weet je niet. Maar de voorspelling dat het zeg maar tegen je maximale belastingen aan loopt, heb je al 5 dagen van tevoren. Nee hoor. Nee, dat is soms weet wij 2 uur van tevoren. Nee, echt niet hoor. Dat is niet waar. Zo storm gedoken is inderdaad gevonden. Nee, juist die tijd is die noordwestenwind of net niet noordwestenwind. Dat maakt alles uit. Daar gaat het. Ja, maar het punt is, je weet wel 5 dagen van tevoren dat de kans is dat iets gaat gebeuren. Maar als het gaat optreden of niet, en dat maakt een hele hoop uit in je waarschuwing. Ja. En als je dus op een gegeven moment die draai wel krijgt die je niet verwacht. Dat is echt een heel ander verhaal. Zeker in zo'n schelde situatie, maar ook even een dollar verhaal, waar we toch tot nu toe al alle keren in geslaagd zijn om het niet juist te voorspellen. Ja. Om beter te maken. Ja, en dat is gewoon omdat het heel complex is en dat die in die situatie. Nee, maar dat geloof ik hoor. Alleen hoop ik wel dat we van tevoren weten dat waar een dijk tegen bestand is, en waar niet tegen bestand is.
interessant is. Maar voor die situaties heb je dus, denk ik, achteraf ook baat bij iets als een breast defender. En zij dat je dan wel met een breast zit en dat zijn dan ook. Met name als je dus ook diepe gaten hebt en zo, kun je daar nog iets aan doen. Ik weet dat bij de oude kerk in 53 nou, heb je grote moeite gehad om veel grote elementen erin te krijgen op die plek te houden. Maar je kijkt maar naar hoe het erbij ligt. En dus daar zit ook denk ik echt aan een kennisje aan. Kun je daar een schaal van kosten. Nou, als ik dan ook echt iets nog hier uithaal, en dat hoor ik nu een paar keer zeggen, en ook in de ronde hiervoor, dat we moeten gaan kijken naar de mensen die er in 95 zeg maar, of bij dat soort situaties bij zijn geweest. En of dat de kennis is bij waterschappen, bij Rijkswaterstaat, Deltaris, Defensie, weet ik niet. Maar eigenlijk moet je de mensen die ervaring hebben eens een keer bij elkaar zetten van, oké, wat is er toen eigenlijk gebeurd? Is dat een mooie aanvulling nog hierop? Een soort ervaringendag, zeg maar, van toen? Nou, ik denk dat wat ik nu hoor is een ervaringendag van toen. Maar ook met elkaar ook gewoon, ik hoor ook veel zeg maar, ervaring in een heel besluitvormingsproces. Maar ik hoor ook bij een hoop mensen dat ze zeggen, ik heb er eigenlijk helemaal geen zicht op. En als je dat duidelijk, ook dat is een keer duidelijk presenteert hoe zoiets werkt. Ik denk dat het met begrip, dat het meer begrip oproept, ook bij mensen die daar niet met enig regelmaat mee te maken hebben. Ja, je moet echt een beetje onderscheid maken tussen de vierde situatie en bij het incidenten. Want dat is niet alleen langs de kust, maar bijvoorbeeld ook wat we bij Wilders hebben gehad, dat is ook zo'n soort incident. Ja. En daar hebben we de mazzel gehad dat daar een aannemer daar toevallig gewoon bent, daar s'nachts wel aan de gang is geweest om een brand erin te leggen. En daar had geen waterschap wat daar tegenop gekund. Ja. Het kan ook best wel tot de ontdekking komen dat dit voor bepaalde gevallen dus helemaal niet werkt. En dan is dat zeg maar ook een conclusie. En dan weten we ook voor een aantal plekken. Het is altijd iets werken. Kijk, je hebt de elementen, je hebt de mogelijkheden, je hebt de testen, het materieel enzovoort. Handig om te weten waar kun je het goed inzetten. Ja. En waar weten we het nog niet? Want dan weten we misschien over 4 jaar ook nog niet precies. Ja. Maar voor we af gaan sluiten, kijk even naar Danny. Wij zetten de mensen aan die jij straks bij de Korrel nog wil spreken of waar je contactinformatie van wil hebben om een stap te zetten in jouw onderzoek. Kijk, kan je helpen. Veel gehoord. Ook een paar dingen waar ik nog niet aan gedacht had. In het kleine vooronderzoek dat ik tot nu toe heb gedaan. Ja, mocht je echt heel erg geïnteresseerd zijn, ja, kom dan naar mij toe. Ik weet niet meer precies waar iedereen van was. Die als aandeel heeft in de hele beste plek. Dus. En mailen kan ook altijd? Ja, mailen. D.Jansen, S, het TDL. Een paar keer maanden dat je daar rondje aan het praten doet, dan moet je het schuiven van die informatie op de hand. Dat is de tip. Goed, dan zou ik zeggen, maak het te makkelijk, meld je aan. Of gewoon voor het. De waterschappen is makkelijk ingang, maar daarom straks je kaartje in zijn handen, bel mij. Dat, nou, Bout en Bout in ieder geval. Dan wil ik jullie in ieder geval voor nu bedanken.